Ja, aan het begin van dit jaar en ook aan het begin van mijn watervasten heb ik een darmreinigingskuur gedaan. En dat is een kuur waarbij de biofilm, dat is eigenlijk alle oude etensresten die aan je darmwand gekoekt zitten, dat die losgeweekt wordt en dat die loskomt. Nou, dat is een vrij onsmakelijk verhaal, want het is letterlijk oude shit wat eruit komt. Maar het gevoel van opruimen is ook gigantisch. En ik krijg daar nog steeds vragen over binnen. En dat was voor mij aanleiding om af te reizen naar Harderwijk, want daar zit Co van Twillet. Hij heeft mede dit product ontwikkeld en zet het ook in de markt in Nederland. Dus ik ben naar Harderwijk gegaan om hem een aantal vragen daarover te stellen. Co, hoe ben jij in aanraking gekomen met deze darmreinigingskuur? Behalve dat ik probeer goed mens te zijn, ben ik ook homeopaat en natuurgeneeskundige. En mijn eigen probleem was altijd mijn darm. En dat komt, ik heb een beetje een moeilijke jeugd gehad, wie niet? En daarbij ontwikkelde ik anorexia. Dus ik heb tussen mijn 18e en 21e heb ik enorm veel zoet gegeten. Enorm veel Engelse drop, enorm veel ijs. En daarbij kreeg ik jeugdpuisjes. En toen ging ik naar de dermatoloog uiteindelijk. Nadat ik ook zelf al heel lang Clearasil had gebruikt. En die dermatoloog zegt, we gaan jou eens antibiotica geven. Dus daarna heb ik 2 jaar antibiotica geslikt. Dus de combinatie van die antibiotica met het vele suikergebruik, je kunt je voorstellen, dat is de reden geweest dat mijn darmen van slag waren. Dus ik kan me niet herinneren dat mijn darmen goed waren. En ik had geen pijn, maar ik had wel altijd ontlasting waarvan ik dacht, is dat nou ontlasting? Het was een soort blubberige spul. En dat ging me steeds meer irriteren. Dus ik ging naar collega homeopaten toe in de loop van de tijd. Ik ben bij artsen geweest. Ik ben bij bioresonantietherapeuten geweest. Ik heb hoge darmspoelingen gedaan. Maar mijn ontlasting werd eigenlijk niet beter. Totdat ik dit product tegenkwam. Ik denk, dat ga ik proberen. Met name omdat ik ook steeds producten zoek voor mijn webshop. Morgen is nu om die uit te breiden. Dus ik ben die kuur gaan doen. En wat schetst mijn verbazing, na een dag, ik had een kuur gedaan van 3 dagen, de 4e dag nadat ik weer was gaan eten, ga ik naar de wc, ik poep, ik kijk achterom, er ligt niks. Ik kijk nog eens goed, er hing dus een hele sliert aan mijn anus. Die was er dus uitgekomen, maar was niet losgekomen. Dat is als het ware een oude fietsband. Die is ingedroogd, is ingekoekt. Dat is een harde massa die uit je darm glijdt en die normaal in je darm zit bij iedereen. En dat was eruit gekomen. En dat maakte dat ik echt in het product ben geloven. Dat ik ook echt in het product geloof. En dat ik het dus met veel enthousiasme in de markt heb gezet. En heb je er ook nog iets aan veranderd voordat je het in de markt hebt gezet? Nee, het product kwam uit Azië, waar het al decennia lang bekend is voor deze werking. En oorspronkelijk zat er tarwe in, soja en suiker. En we kregen van mensen natuurlijk steeds de reactie van waarom zit er suiker, waarom zit er soja. Ik zeg, het zijn zo kleine hoeveelheden, hoef je echt geen zorgen om te maken. En ik denk nog steeds dat het niet van veel invloed is. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat bij de producent neergelegd en stapje voor stapje hebben we de kuur verbeterd. En hij is nu vrij van suiker, van soja en van tarwe. En was het ook mogelijk om het product biologisch te maken? Een aantal ingrediënten zijn zeker biologisch, maar niet alles is biologisch. Dus we hebben het niet een stempel biologisch meegegeven. Wat krijg je terug aan verhalen van mensen die het product gebruiken? Ja, over het algemeen zijn mensen heel tevreden. We horen dezelfde verhalen als die ik je net verteld heb van mezelf. Mensen raken soms nog veel meer langere fietsbanden kwijt, soms van 7 meter. Dat ik denk, waar halen ze het vandaan? Dus we horen heel veel positieve berichten. We horen ook wel wat negatieve berichten. En dat komt niet omdat het product slecht is. Maar dat komt omdat de mensen eigenlijk niet goed weten waar ze aan beginnen. En daar bedoel ik mee. Ze moeten eigenlijk geen koffie meer drinken. Ze moeten eigenlijk geen zwarte thee meer drinken. Ze moeten niet roken. Dus er gaat een ontgifting optreden bij mensen. Waardoor ze een beetje hoofdpijn krijgen. Duizeligheid krijgen. Allerlei ontgiftingsverschijnselen. Dat maakt dat we veel telefoontjes krijgen en vragen van hoe zit dat nou? Niks erg, helemaal niets aan de hand, maar mensen moeten er wel op bedacht zijn. En als je die kuur voor 3 dagen wilt doen, dan kost die op een paar kwartjes na €150.
ik hoor van mensen om me heen wel van, goh, dat ja, is best wel prijzig of dat kan ik niet betalen. Kun je iets vertellen over waarom je dit product met deze prijs in de markt hebt gezet? Nou ja, laat ik zeggen dat dat winst niet mijn belangrijkste motief is. Gezondheid is mijn belangrijkste motief en ik zou het liefst veel goedkoper in de markt zetten. Dus de prijs wordt bepaald doordat het product van ver komt en de producten zijn gefermenteerd, wat een langdurig geldrovend proces is, waardoor deze prijs heeft. En ik begrijp dat als je weinig geld hebt, als je van een uitkering moet leven, dat 150 euro heel veel geld is. Maar ik zie ook een andere kant en die andere kant is dat mensen geven rustig 500, 600 euro uit voor hun auto of gaan op een dure vakantie. Dus voor een groep mensen is het veel, maar voor een andere groep mensen is het niet veel. En je bereikt er zoveel mee. En ja, wat mensen altijd natuurlijk zeggen van bij de dokter is het gratis. Ja, natuurlijk is bij de dokter gratis, dat betalen we wel met z'n allen, maar dat hoeft degene die iets heeft niet voor te betalen. Maar het voorkomt dat je naar de dokter moet. Wat is het belang van goed werkende darmen in zijn algemeenheid? Wat kun je daarvan zeggen als natuurgeneeskundige? Nou, de darm speelt een cruciale rol in allerlei ziektes. Of je nou astma hebt, of je nou reuma hebt, of je nou huidproblemen hebt, of je nou neurologische problemen hebt, of je nou ADHD klachten hebt. Maar eigenlijk speelt overal de darm een hele belangrijke rol. En de darm heeft zoveel te verteren op dit moment aan kleurstoffen, smaakstoffen, chemische bestrijdingsmiddelen, noem maar op. Ja, dus als je die darm niet goed is, dan beïnvloedt dat je hele lijf. En de organen die het meest betrokken zijn bij de darm, dat zijn de huid en de longen. En die huid, longen en dikke darm, die spelen samen in het element metaal. En dat element metaal komt uit de filosofie van de Chinese geneeskunde. Dus wat je bijvoorbeeld ziet bij kinderen, dat ze worden geboren en ze ontwikkelen al heel gauw eczeem. Dat wordt dan dichtgesmeerd met een corticosteroïdesalf of met een zinkzalf. En vervolgens ontwikkelt het kind astma, omdat de ziekte naar binnen slaat. En zowel die astma als die huid komt waarschijnlijk uit de dikke darm. Dus het probleem zit bij, in ieder geval die twee ziektes sowieso in de dikke darm. Ik hoorde je net ook even iets zeggen over het verband tussen een goede darmflora en autisme. Kun je daar ook iets over vertellen? Ja, er is dit blad, Placebo Nocebo, een Belgisch blad. Wordt grotendeels geschreven door Hilde Maris. En ik zag een vooraankondiging van de nieuwste uitgave. En daarin werd gezegd dat de darmflora autisme kan omkeren. Ik heb het artikel dus nog niet gelezen, want het blad is nog niet uit. En het artikel is gebaseerd op onderzoek. Dus dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Maar zo belangrijk is de darm dat het zelfs invloed heeft op autisme. Zijn er nog bepaalde do's en don'ts die je vooraf of na of achteraf moet doen als je zo'n kuur wil volgen? De kuur bestaat uit zakjes met poeder. En er zijn 3 maaltijdpoeder waar dus de hoofdbestanddelen in zitten van het product. En er zijn nog 4 zakjes met snacks. En die 4 zakjes met snacks zijn dus niet het belangrijkste, maar die 3 maaltijden wel. Sommige mensen zeggen, joh, het is te veel voor mij, want het vult zo op. Nou, dan kun je de snacks laten staan, maar de hoofdbestanddelen, de maaltijden, moet je eigenlijk wel nemen. Dat is belangrijk. Verder is het natuurlijk zo dat je moet het een beetje opbouwen. De dag ervoor zeggen wij, eet geen koolhydraten, eet geen vlees, eet geen eiwitten. Maar doe gewoon simpel. Neem groentesap, neem vruchtensap, neem een salade, maar neem geen zware dingen. En datzelfde geldt eigenlijk na de kuur. Bouw je darmflora weer langzaam op. Laat hem weer langzaam wennen aan eten. Dus begin met een beetje bouillon. Neem een beetje vruchtensap. Doe het langzaam aan. En na de eerste, tweede dag kun je weer gewoon eten. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je die darm
flora opbouw doet. We hebben een product dat heet Superbiotica, wat die darmflora opbouwt. En we hebben een preparaat dat heet Repera. En die Repera maakt dat de darmflora's verder herstelt, geneest. Het woord zegt het al, Repera. We hebben een heel illustratieve video over ons product. De wijze Griekse geneesheer Hippocrates deed 2500 jaar geleden de volgende uitspraak. Alle ziektes beginnen in de darmen. Praktisch ieder mens in de westerse maatschappij heeft vervuilde darmen. Dit komt onder andere door gebruik van antibiotica, suiker, alcohol, ongezonde bacteriën de overhand. Ze hechten zich aan de darmwand en vormen een giftige slijmlaag, een zogenaamd biofilm. Doordat de biofilm zich aan de darmwand hecht, droogt deze uit en raakt ontstoken. Voedingsstoffen worden hierdoor niet goed meer opgenomen. Door het nemen van onze maaltijdvervangende shakes wordt je darmflora weer gereset. Een van de belangrijkste ingrediënten in het product is de speciaal gefermenteerde vezel van de bast van de oliepalmboom. Deze vezel heeft de unieke werking dat hij doordringt in de biofilm en samen met de overige vezels vocht opneemt, waardoor de biofilm opzwelt. Nog belangrijker is dat hierdoor ook de darmwand weer wordt bevochtigd, waardoor de biofilm loslaat en deze eruit glibbert. De overige ingrediënten bestaan uit onder andere 18 aminozuren, 7 verschillende plantenextracten, vitamine en mineralen. Deze helpen de darmwand zich weer te herstellen. Het product reinigt niet alleen op lichaamsvriendelijke en effectieve wijze het gehele darmstelsel, het is ook zeer gemakkelijk te gebruiken. Een kuur bestaat uit 3, 6 of 12 dagen. Per dag drink je 7 shakes. Deze zijn handig per dag verpakt. Je doet de inhoud van een zakje in een shaker, schud 3 keer en klaar om op te drinken. Het product bevat voldoende voedingsstoffen, zodat je ernaast niets hoeft te eten. Wel zo makkelijk. Voor optimale werking is het belangrijk voldoende water te drinken tussen de shakes door. Morgenisnu.nl. Gezondheid, genieten, genezen. Arjen, jij hebt zelf ook de kuur gedaan en je hebt verteld dat je direct na de kuur significante verbeteringen had, hè? Qua energie en qua darmwerking. En dat is ook wat mensen over het algemeen ervaren. Daarbij moet ik toch ook zeggen dat het ook, je darmen zijn niet in één keer slecht geworden en worden ook niet in één keer 100% goed. Het is ook een beetje een proces. Dus ik ben nu 2 jaar verder. Ik had een significante verbetering bij het begin. Maar het is steeds beter, nog beter geworden in de loop der tijd. Nadat ik nog een kuur heb gedaan, nadat ik nog meer mijn darmen ondersteund heb, nadat ik nog meer biologische voeding ben gaan eten, nadat ik nog meer olie ben gaan gebruiken. Mensen gebruiken over het algemeen veel te weinig olie. Dus het is een totaalplaatje. Nou, het totaalplaatje is mij in ieder geval wat duidelijker geworden. Ik hoop jou ook. Mocht je enthousiast zijn om het te proberen, hebben we voor de lezers van Earth Matters een leuke korting bedongen. Dus die vind je hieronder in het artikel. Dus dank je wel voor het kijken. En mocht je gaan beginnen met de kuur, wens ik je heel veel succes en meters die eruit komen. Graag tot de volgende keer.